Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Vitesse Dichtbij. Vitesse won afgelopen weekend opnieuw een uitwedstrijd. Dit keer werd Willem II met 2-0 verslagen. Arnhemmer Theo Jansen keert terug naar huis. Terug naar zijn geliefde Vitesse. Alexander Büttner heeft zijn droomtransfer naar Manchester United te pakken. Zijn Doetinchemse buurt is super trots. En lukt het jong Vitesse in haar derde competitiewedstrijd om de eerste punten van het seizoen te pakken? Maar we beginnen met het laatste Vitesse nieuws. Frank van der Struik is naar verwachting enkele maanden uitgeschakeld vanwege een vervelende blessure aan zijn voet. De verdediger heeft een stressfractuur en gaat snel onder het mes. We hebben besloten om gewoon meteen te opereren. En dan, dan ben je er eventjes uit. Alleen weet je wel dat daarna dat er een pin of draad zit, dat het wel vast zit. Net als vorige week tegen PEC Zwolle wachtte afgelopen weekend weer een wedstrijd tegen een gepromoveerde club. Dit keer moesten de Arnhemmers naar Tilburg, naar Willem II. Trainer Fred Rutte had een basisplaats voor Davy Prupper. Hierdoor moest Tjommer genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Bij de Tilburgers, die tot nu toe twee keer gelijk speelden, stond oud-Vitessenaar Gennaro Snijders aan de aftrap. De eerste grote kans was voor de thuisclub via Vossenbelt. Daar is Piqué en dan van dichtbij overgeschoven. Van Vossenbelt. Niet veel later kwam Vitesse op voorsprong. Rijs, Van Ginkel, Boni. En daar is Rijs, schitterend afgemaakt. Krijgt hij de bal goed voor de voet. En dan schuift hij hem keihard binnen. Vlak na de rust wisselde Rutte Boni voor Havenaar. Al speelde hij ook even met de gedachte om Rijs naar de kant te halen. Ik was aan het filosoferen hoe zij eventueel zouden kunnen gaan spelen. Als het dan uitkomt dat zij zo gaan spelen en als ik dan het geluk ook heb dat Jonathan zijn doelpunt maakt, dan is dat bewijs dat ik eigenlijk goed heb gedacht. Rijs zou later namelijk nog een keertje scoren, maar voordat hij dat deed waren er nog twee grote kansen. Eén voor Willem II en één voor Vitesse. Heeft er mee aan Van Ginkel en dan het handje van Meul. Dat voorkomt dat Vitesse de voorsprong verdubbelt. Heuscher en nu. Terug op Mulder. Daar blijft die bal dan wat gelukkig hangen. En dan redt Veldhuizen met een reflex van dichtbij. Vlak voor tijd gooit Rijs het duel op slot. Rijs, sterk. Zet het lichaam er goed tussen. Rijs maakt het af. 0-2. Ik vind het ook als mens extra mooi dat juist hij na die moeilijke tijd dan al op 3 doelpunten achter zijn naam heeft. Ja, het is natuurlijk iemand die bijna is afgeschreven en zich helemaal op basis van karakter heel hard heeft moeten werken om op een bepaald niveau te komen. Ik denk dat Jonathan nog niet top en top fit is. Hij denkt zelf van wel, maar die discussie zal ik altijd met hem blijven houden. Maar dan is het wel heel knap en daar ben ik ook wel een beetje trots op dat hij weer op dit niveau is waar hij nu is. En ik denk dat hij... Als hij fit blijft, dat hij nog beter kan worden. Ja, voor mij goed. Goed, de 2 goal. Maar het belangrijke van mij, van een team van 3 punten. En daarom ben ik blij. Ja, het is wel knap van hem hoe hij zich zo terugvecht in het betaalde voetbal. Ja, zeker. Vooral na die zware knieblessure van hem. Waar gedacht werd dat hij misschien nooit meer kon voetballen. En nu wordt hij steeds fitter. En vandaag was het heel erg belangrijk voor ons met zijn 2 doelpunten. En was hij ook daarna net blij in de kleedkamer, trots? Hij is altijd blij. Het heeft enige weken touwtrekken gekost, maar de kogel is door de kerk. Theo Jansen keert terug naar zijn geliefde Vitesse. Dankjewel. De middenvelder verlaat Ajax en tekende dinsdagmiddag een contract voor 3 seizoenen in Arnhem. Na 4 jaar buiten de Gelderse hoofdstad te hebben gespeeld, is Theo eindelijk weer thuis. Ja, absoluut. Ik bedoel, mijn bedoeling was sowieso om na mijn periode Twente-Ajax om terug te keren bij Vitesse. Alleen het is eigenlijk iets vroeger geworden dan ik had gepland. Maar daardoor ben ik nog wel sterker en fitter. Dus kan ik het langer volhouden. En vandaar dat ik nu voor 3 jaar teken. Ja, de transfer hing vorige week al in de lucht. Heb jij nog getwijfeld? Gaat het wel door?
Ja, ik bedoel, je komt het aan. Je hoort de hele tijd word je aangesproken. En mensen die zeggen, is het nou rond, gefeliciteerd. En als dat dan niet zo is, dan word je er wel eens moe van. En, dus op een gegeven moment heb ik mijn telefoon maar wat meer uitgezet. Wat minder de straat op gegaan om niet aangesproken te worden. Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel erg blij dat ik hier nu ben. Algemeen directeur Erwin Kazakowski is in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. Die met rug nummer 5 zal gaan spelen. Zelf typeert Kazakowski de thuiskomst van Theo als volgt. Back to future. With Theo. Theo is ein großer Baustein aus Vitesse-Zeiten, vergangenen Vitesse-Zeiten. Und wir konnten heute Theo in diesem herrlichen Gebäude in Papendal präsentieren. Das bin ich ganz stolz darauf, dass das eigentlich schon so weit ist. Das ist ein wichtiger Schritt für Vitesse. Ein kleines Puzzlesteinchen mehr für den Erfolg für Vitesse. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft schon ein Bild sehen können von dem Puzzle. Dass Vitesse wieder zurückkommt, wo es war. That's why back to future. Trainer Fred Rutte gaf al meerdere malen aan Theo graag te willen hebben. De twee kennen elkaar uit het verleden bij Twente. Want Rutte haalde de middenvelder naar Enschede net voordat hij zelf naar Schalke 04 vertrok. Dat is gewoon een hele duidelijke trainer. Die weet wat hij wil. Hij wil verzorgd voetbal spelen met veel beweging. En daarom heeft hij me toen gehaald naar Twente. Omdat hij dat in mij zag. En ik denk dat ik bij Twente heb bewezen dat ik dat ook kan. En bij Ajax tweede half jaar oud. Dus. Ik ben er klaar voor om dat hier nu een paar jaar te laten zien. Theo moet met zijn ervaring en klasse het huidige elftal bij de hand nemen en de weg wijzen. Heeft hij zelf eigenlijk doelstellingen de komende jaren? Ja, natuurlijk heb je zelf doelstellingen op zich. Dit seizoen wil ik bijvoorbeeld gewoon bijna alles spelen en heel belangrijk zijn voor het elftal. Hè. Fit zijn, belangrijk en mensen kunnen helpen. En wat daarna gebeurt weet je niet. Ik kan voor dit jaar plannen, tenminste hoe ver dat al kan. En dat is mijn doel nu op dit moment, maar dat kan ook volgend jaar of over 2 weken weer anders zijn. Ja, daarna blijf je bij Vitesse of aan Vitesse verbonden. Wat ga je dan doen? De bedoeling op dit moment is dat ik iets in de jeugd ga doen. Dus iets van trainer of iets in de scouting. Maar iets in die richting zal het worden. En daarbij lijkt het toch wel het leukste om jeugdtrainer te zijn. Hey mensen, ik ga... Stuur maar door. Alex, veel succes, jongen. De Doetinchemse buurt De Kleintjeskamp is super trots op Alexander Büttner, die vorige week voor 5 jaar bij topclub Manchester United tekende. De meesten lopen inmiddels al met een rood Büttner shirtje aan en zijn vooral erg blij voor de linksback. Wij zijn blij. Ja, ben je ook blij? Ja. Büttner heeft zichzelf regelmatig in de armen moeten knijpen. Ja, best wel vaak. Het gaat nu echt gebeuren en ik kon het in eerste instantie ook niet geloven. En, pas toen ik gisteren met die jongens heb getraind, het is voor mij echt een droom wat uitkomt. Ja, wanneer werd je op de hoogte gesteld, gebracht door je zakennemer of wanneer werd je gebeld? Ja, het ging heel snel allemaal opeens. 4 dagen geleden kregen we een paar mailtjes en waren ze echt concreet. En, toen is het heel snel gegaan. Toen hebben ze een bod bij Vitesse neergelegd. En ben ik daarheen gevlogen voor medische keuring en heb ik gisteren getekend. Ja, gisteren heb je ook de jongens ontmoet. Je stapt uit zo'n kleedkamer binnen. Wat dan? Nou, dat zag ik mijn bordje staan van met name mijn eigen hokje, zeg maar. En, naast me zit Berbatov en daarnaast Rooney. Dus ja... Het is gewoon fantastisch, want normaal zou je met die jongens op FIFA spelen of PlayStation en nu speel je gewoon samen met ze en het is fantastisch om mee te maken. Ja, wat zeggen ze dan tegen jou? Of maak jij dan een rondje of komen ze naar jou toe? Hoe gaat dat? Nee, ze kwamen naar mij toe allemaal en ze stelden zich voor. Ik ben echt goed ontvangen en ik denk dat het gewoon net zo hier in Nederland is als er een nieuwe speler komt en dat is daar ook heel normaal gewoon. Büttner traint nu met de allergrootste voetbalsterren van de wereld. En staat binnenkort dus zelf ook op dit soort posters. Ja, het is natuurlijk mooi als je met die jongens speelt, zoals Nani, Rooney, Van Persie. Ik denk dat zijn alleen maar grote namen en ik denk dat ik daar alleen maar van kan leren. En, Evra had gezegd dat hij er zin in had om met mij aan de slag te gaan. En als zo iemand dat tegen jou zegt, dan sta je daar wel even bij stil. Dat het een supermooi moment is in je leven. Heb je ook met Ferguson gesproken?
Nee, die heb ik nog niet gesproken. Hij heeft wel gezegd dat hij heel blij met mij is. En dat hij mij een van de beste linksbacks van Europa vindt. En als zo'n man dat tegen zo'n man dat over jou zegt, dat is gewoon mooi. En ik ga hem morgen ontmoeten en ik heb er echt veel zin in. Kom snel maar langs, ja? Ja. Ja, dat is gaan, jongen. Volgende week kom ik. Buettner verhuist op korte termijn naar Manchester en zal zijn buurt natuurlijk gaan missen. Zijn nichtjes vinden het allemaal maar spannend. Ja, ook spannend, maar ik ben ook trots. En gisteren was ik best verdrietig, omdat ik dacht dat hij nooit meer terugkwam, maar hij komt dus wel terug. Ja, je ziet dat de hele buurt is allemaal, iedereen is buiten. Is dat altijd zo? Ja, best wel. Maar gisteren was het ook het feest. En toen stonden wij dus buiten. En ik wou Alexander een knuffel geven, maar we kwamen er niet eens bij. En er waren ook allemaal mensen die hem niet eens kent. Deze week was er dus ontzettend veel aandacht voor Buettner. En die aandacht zal alleen maar toenemen. En als hij terugkijkt op zijn Vitesse-tijd, dan is hij trots om voor de Arnhemse club te hebben gespeeld. Ik heb fantastische jaren in Arnhem gehad. En Vitesse heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Kijk, Vitesse zelf is gewoon een fantastische club en goede supporters. En ik denk dat de afgelopen tijd niet leuk was, maar ik heb het goed kunnen afsluiten. En ik kan niks verkeerd zeggen over Vitesse. Heb je nog contact gehad met Van der Brom? Ja, Van der Brom heeft me opgebeld. En hij vond het helemaal fantastisch voor mij. En ik heb natuurlijk heel veel te danken aan hem. En ik blijf hem daar ook altijd dankbaar voor. En we hebben een heel leuk telefoongesprek gehad samen. En hij gaat heel snel langskomen bij mij. Wie is er echt? Mijn bodyguard. Chico. Mijn bodyguard. Jong Vitesse wacht nog op de eerste punten van dit seizoen. 2 wedstrijden zijn ze nu onderweg. En de teller staat na nederlagen tegen Jong SC Twente en Jong Rode JC op 0 punten. Afgelopen maandag speelden de talenten thuis in Gent tegen Jong Heracles. Op papier een zware tegenstander, want de bezoekers uit Almelo behaalden al 6 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Maar Vitesse, dat beschikte over grote namen als Tjommer, Rupper, Havenaar, Hofs en Chanturia, was de betere ploeg. Na een kwartiertje voetballen komt de thuisclub op voorsprong na een individuele actie van Brahim Darri. Hoofdtrainer Fred Rutte was samen met technisch directeur Ted van Leeuwen toeschouwer bij het duel, net als enkele eerste elftalspelers. Omdat Vitesse verzuimt verder uit te lopen, blijven de bezoekers in de wedstrijd. Geoffrey Castellon doet dit sterk en brengt uiteindelijk Gourie in staat om de gelijkmaker te maken. Een goed uitgespeelde goal, maar tegen de verhouding in is het 1-1. In de tweede helft komen de Arnhemmers weer op voorsprong als iedereen de corner van Chanturia mist, behalve Mike Havenaar. Helemaal vrij bij de tweede paal tikt hij de 2-1 binnen. Na zijn doelpunt gaat de Japanse spits naar de kant en wordt hij vervangen door Kazaisvili. En de Georgiër laat al snel zijn klasse zien met een goede actie. Hij geeft de bal mee aan Darri, die de bal verwoestend in de bovenhoek jaagt. Schitterend doelpunt en zijn tweede treffer van deze avond. Het duel lijkt dan gespeeld, maar de bezoekers uit Almelo komen toch weer terug in de wedstrijd. Castellon omspeelt Moraes. En schiet de bal in de verre hoek achter doelman Merits, die de geschorste Room verving. Een slotoffensief van Heracles bleef uit. Het was juist Vitesse dat op zoek ging naar nog een doelpunt. Invaller Kazaisvili laat nog maar eens zien hoe handig hij is met een bal. En uiteindelijk wordt Chanturia gehaakt en krijgt Vitesse een terechte strafschop van scheidsrechter Martins. Gio neemt hem zelf en bepaalt de eindstand op 4-2. En dat betekent de eerste overwinning voor de ploeg van Gerry Hamstra. Dit was Vitesse dichtbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.